Een minuut stilte vanwege het overlijden van Arnold Tromp en Laurens Reder. Arnold Tromp, heel veel betekend voor DVS 33. Laurens Reder, de bekende analist van Ajax, de zaterdagtak. Heel bekend in den landen en ja, een heel aardig figuur. Ik heb ontzettend met hem gelachen. Hij was behoorlijk ziek. Maar hij nam in de wedstrijd tegen Dovo toch op een bijzondere manier een soort afscheid. De wedstrijd is begonnen. Ben Moussa, Lars van Wetering en tikkie terug. Iran, Yavuz, prachtige paas. Stef Nijland. Stef, korte beweging, zet de bal voor. Daar komt, nou. Hij komt net te veel met zijn hoofd onder de bal. Waardoor hij de lucht ingaat. Verdedigend heeft Harkemaasterbos de zaken prima onder controle. Maar deze paas die komt redelijk aan. Stef Nijland. Oh, Stef. Ja, jammer. Hij is gewend om de bal vanaf 30 meter het doel in te plaatsen. En dit was te dichtbij voor hem. Eren Yavuz kan overnemen. Draait zo makkelijk met zijn lichaam. Prachtige paas. Roemian. Nee, Roemian. Krijgt die bal niet goed mee. Maar hij geeft niet op. Prima. Stef Nijland. Heel goed gespeeld daar, DVS. Nicky van Hilten. Nu. Ja, geweldige aanval. DVS 33. Maarten van Dijk die in kwam lopen op die voorzet van Stef. Van Nicky van Hilten of Stef Nijland. Ik ben het alweer even kwijt. Maar dat zie ik straks wel in de samenvatting. Ja, heerlijke aanval DVS. En een terechte 1-0 voorsprong hier. Ik denk dat Dijkstra deze bal gaat nemen. En dat Bijmers hem eventueel gaat inkoppen. Ik hoop dat er lengte genoeg is bij DVS. Goed weggekopt. Maar wederom ingebracht. Slot. Ja, slim. Goeie actie. Ja. Oeh, dat had zomaar de 1-1 kunnen betekenen. Laat toch ook mooi voetbal zien hoor, Dijkstra. Prima middenvelder van Harkemaasterboys. Interessante eerste helft. Afgesloten met een 1-0 voorsprong voor DVS 33. Ik mag wel zeggen, een terechte 1-0 voorsprong. Zou er ooit een doelpunt vallen uit een corner bij DVS? Vaak niet. Ook nu niet. Maar nog steeds, balbezit. Nicky van Hilten. Komt die bal daar hoog. En ja, Tim van den Berg. Tim van den Berg. Eindelijk. Kijk eens. Succesvol met zijn hoofd. Timmy. En nu een gevaarlijke counter, denk ik, van Harkemaasterboys. Komt ongetwijfeld een schot. Dat is geen onaarde schot, moet ik zeggen. Sven Hazewinkel. Ik zie Salasiwa warm lopen. Daar komt hij. Och, jongens, Bijmers. Die had moeten hangen. En een gele kaart. Ja. Franco Olijven. Terug naar de keeper. 67ste minuut is ingegaan. Eren Yavuz. Goed gezien. Omar El Ghazouani. Prima paas. Goed gezien. Eren. Speel je toch lekker. Roemian. Trekt hem voor. Kan Omar El Ghazouani net niet bij. Stef Nijland wel. Stef Nijland. No. Jammer. Goeie redding van de keeper. Die is het spoor nog niet bijster. Komt hij weer. Verre ingooi. Prooi voor. Ja, dat soort dingen. Ja,
Bijmers. Komt weer zo'n verre ingooi. Ja, toch een prooi voor Salasiwa. Maar schiet tegen Harkema zijn boys speler aan. Bijmers. Ja. Wat gebeurt er allemaal? Ben Moussa. Die hem gewoon uit de doelmond kopt. Brengen zichzelf in moeilijkheden, DVS. Daar. Prachtige uittrap. Daan Huiskamp. Benjamin. Rumion. Nou. Lars. Hopsa. Lars van Wetering. Prima werk van Stijn Schipper was dat. Raakt licht geblesseerd. Maar Benjamin Rumion. Wat gaat hij doen? Hij geeft hem mee. Stef Nijland. Oh, kan nog net op tijd worden geblokt. Corner. Meneer Visser maakt een einde aan deze pot voetbal. Eindigend in een 2-0 overwinning voor DVS 33. Allen een heel goed weekend. Ik heb het in ieder geval wel. Bedankt voor het kijken en luisteren naar DVS TV.